meneer Sardin, de gevolgen van de oorlog, de militaire inval van Rusland in Oekraïne. Wat zijn de directe gevolgen voor ons hier op Curaçao en op Sint Maarten? Meneer Van Dam, eigenlijk de directe gevolgen, dat moet je met name zoeken in wat betreft eigenlijk een toenemende inflatie. Als we even, we moeten in de eerste plaats even constateren dat de economische stromen, de handelsstromen tussen Rusland en Curaçao en Sint Maarten niet zo groot is. Dus die directe stromen zijn echt niet substantieel. Aan de andere kant betekent dat niet dat je niet geraakt wordt door de huidige oorlogssituatie in Oekraïne. En dat komt met name omdat uiteraard de inval van Oekraïne wel gevolgen heeft voor andere variabelen die voor ons van belang zijn. Dan hebben we het over met name de inflatie. Als je even nagaat met hoeveel procent intussen de olieprijzen zijn gestegen, dat tot gevolg zal hebben dat ook de brandstoffen op de eilanden duurder gaan worden, maar dat ook de aanvoer van alle goederen eigenlijk duurder gaat worden. Dat betekent dat we op die manier wel in zekere mate toch wel direct, maar toch overwegend indirect daardoor getroffen worden. In de tweede plaats ook, wat we ook niet uit het oog moeten verliezen, is Rusland en Oekraïne zijn toch wel grote producenten van tarweproducten en zo. Dus dat betekent dat bepaalde producten die behoren tot de essentiële levensmiddelen, dat die toch wel naar verwachting wat duurder kunnen gaan worden vanwege de onrust die er heerst in die regio. Dus op die manier mag je ervan uitgaan dat de economische situatie op de eilanden Curaçao en Sint Maarten met name getroffen gaat worden via de inflatie. Dat is een van de aspecten. En de inflatie bij ons, nogmaals in die zin dat de producten bij ons duurder gaan worden. En dus dat betekent dat de koopkracht achteruit gaat en dus dat is negatief voor onze economische ontwikkeling. Zeker nu dat we pas herstellende waren van een hele pandemiesituatie. In de tweede plaats ook via de inflatie zal dit met name onze belangrijkste handelspartners ook treffen, met name Nederland en de VS. De economieën van Curaçao en Sint Maarten zijn overwegend afhankelijk van het toerisme. En dus en met name ook toerisme uit de VS en uit Nederland. En dat betekent dan dat op het moment dat de stijgende prijzen ook de koopkracht van mensen in Nederland en in de VS negatief gaat beïnvloeden, dan mag je er ook van uitgaan dat dat ook economisch voor ons van invloed zal zijn, omdat dat ook mensen kan weerhouden om op vakantie te gaan of ertoe kan leiden dat mensen gewoon concluderen dat ze gewoon wat korter op vakantie moeten. Een belangrijk aspect is uiteraard, dit is nog eens een exogene schok voor de economie van de Monetaire Unie. Je kunt er heel weinig aan doen. En op een gegeven moment is het ook wel zo, het is met name ook afhankelijk van hoe het proces zich verder afspeelt. We moeten het natuurlijk in de gaten houden. We moeten natuurlijk in eerste instantie, hè, de gevolgen voor de bevolking van Oekraïne zijn natuurlijk op de eerste instantie het ergst, hè, voor de mensen die met oorlog te maken hebben. Wij hebben nu weer een nieuwe economische klap na de problemen die we al hebben gehad door de pandemie. De mensen die dit nu horen, hè, want u zegt zelf, je kunt er weinig aan doen, het is heel ver en we hebben geen directe invloed. Is dit nou een moment waarop mensen zeggen, laat ik zelf op Curaçao ook maar zo min mogelijk geld uitgeven en zoveel mogelijk opsparen? Of zijn dit van die momenten dat het juist goed is voor Curaçao dat mensen hun geld die ze hebben toch nog zoveel mogelijk in de economie proberen te brengen? Kijk, die vraag is uiteraard heel moeilijk te beantwoorden. De economische wetenschap gaat uit van rationele economische actoren, maar er is ingegeven, achteraf blijkt dat mensen niet zo rationeel omgaan met economische vraagstukken. Punt is wel, je zou dat tot gevolg kunnen hebben. Aan de andere kant zien we juist bijvoorbeeld tijdens de pandemie een heel ander scenario. Als je gewoon kijkt naar hoeveel geld eigenlijk allemaal
is opgepopt in Europa als tijdens de pandemie, dan zie je dat mensen juist uit voorzorg, uit onzekerheid, juist meer zijn gaan sparen. Ja. Dus dat betekent dat als je die lijn ook volgt, dan is het eerder te verwachten dat mensen even toch wel al hun plannen om geld ineens te gaan uitgeven, dat ze die plannen even aanhouden. Dat is het meest logische wat je zou kunnen verwachten. En wat ons betreft, in feite, wat je merkt is, we hebben sowieso eigenlijk sprake van overliquiditeit in ons banksysteem. Dat duurt al jaren voort. En dat vertaalt zich niet eigenlijk in een substantiële groei van de kredietverstrekking. En dat heeft met name te maken met de zwakke economische fundamenten die eigenlijk het bemoeilijkt dat vele projecten mogelijk als het ware levensvatbaar worden. Dus eigenlijk wil je dat voor elkaar krijgen, dan moet je echt inzetten op de economische hervormingen die zo hard nodig zijn. Die waren voor de pandemie nodig, die zijn na de pandemie nodig, maar die zijn ook eigenlijk te midden van deze situatie, deze internationale oorlogssituatie gewoon ook nodig. Het is gewoon op dit moment heel moeilijk om die vraag te beantwoorden, maar ik zou eerder verwachten dat mensen gewoon extra voorzichtig zullen omgaan met hun centjes en dat ze gewoon extra gaan opletten hoe ze hun geld gaan besteden. En we moeten gewoon kijken hoe lang de oorlog voortduurt om te kunnen bepalen hoe groot de consequenties zullen zijn. Ik bedoel, vandaag staat in de krant dat er 4000 mensen nodig zijn in de hospitality sector. Als we nog een jaar lang oorlog krijgen, zal dat ook allemaal aangepast moeten worden. Dus in eerste instantie moeten we gewoon bekijken hoe de situatie zich ontwikkelt. Ja, maar ook ten dele nee. Want dat de oorlog, stelt u zich voor dat de oorlog morgen voorbij is en dat het resultaat is van een vredesakkoord tussen Rusland en Oekraïne. Dan is het antwoord van dan gaan we bijna naar een oud normaal, als het ware. Om dezelfde terminologie te gebruiken als we de afgelopen 2 jaar hebben gebruikt. Aan de andere kant is het wel zo, de wereld zal er vanaf afgelopen week heel anders gaan uitzien. Dat zie je ook in de reacties in de Europese Unie, hoe men veel meer aandacht is gaan vestigen op investeren in defensiebudgetten, et cetera. Dus je merkt dat er toch wel iets is gaan leven van we moeten ons anders gaan gedragen, anders gaan opstellen in de internationale fora. Wat je ook mag verwachten is, ik heb zo net aangegeven, ja, als morgen de oorlog voorbij is, dankzij een vredesakkoord, dan betekent dat we best wel snel kunnen teruggaan naar het oude normaal, maar wel met enkele aanpassingen. Maar stelt u zich voor dat de oorlog afloopt omdat er een overwinning is van Rusland op Oekraïne, dus dat Oekraïne capituleert. Dat betekent niet dat de sancties overmorgen van tafel zijn. Dus wij weten niet hoe lang die sancties overeind blijven. Dus wat het effect ook op de langere termijn voor de economieën van Curaçao en Sint Maarten zullen zijn. Dus vandaar dat we heel voorzichtig moeten zijn. Vandaar dat ik ook verwacht dat op het moment dat mensen moeten kiezen tussen nu ineens wat meer gaan uitgeven of niet, dat men eerder gewoon heel behoedzaam om zal gaan met de spaargelden. Ja, en dat heeft natuurlijk direct op ons toerisme van gevolg voor ons toerisme, omdat Nederlanders dan eerder in Nederland zullen blijven of in Europa dan naar Curaçao zullen komen. Ja, dat kan een van de consequenties zijn. Kijk, wat je merkt is gewoon, het is ook afhankelijk van wat voor afspraken worden gemaakt binnen het Koninkrijk. Als we even terugkijken naar de pandemie, dan zien we gewoon dat op een gegeven moment dusdanig duidelijke afspraken werden gemaakt, dat het juist ertoe leidde tot een forse toename van het toerisme binnen het Koninkrijk. Ja. Als je dat voor elkaar krijgt, dan zou je kunnen zeggen, dan heb je een pluspunt. Maar op het moment dat bijvoorbeeld brandstofprijzen dusdanig hoog worden, dat het gewoon niet meer te betalen is voor de Europese Nederlander om zo'n lange
reis te maken, omdat gewoon de ticketprijzen fors omhoog gaan, dan mag je er eerder van uitgaan dat mensen eerder kiezen om in Europa te vertoeven in plaats van gewoon naar de eilanden te komen. Maar het is op dit moment nog te vroeg om eigenlijk een duidelijke mening te kunnen hebben, een duidelijke verwachting te kunnen formuleren voor wat betreft het, welke kant het op gaat. Wat wel heel duidelijk is, de sancties die zullen overeind blijven als er gewoon geen vreedzaam einde komt aan de oorlog. In de tweede plaats, zelfs bij een vreedzaam proces, dus als er vrede wordt gesloten tussen Oekraïne en Rusland, dan nog is het wel de vraag hoe het Westen zich gaat opstellen ten opzichte van Rusland en hoe lang bepaalde sancties, maar ook voorzorgen blijven gelden en wat ook consequenties zal hebben voor de Monetaire Unie van Curaçao en Sint Maarten. Oké, dankjewel. Nog één laatste vraag. Moeten we al denken aan Oekraïne-leningen van Nederland in plaats van corona-leningen om onze economie te helpen, of is het nog niet zover? Nee, het is zeker niet zover. Kijk, sowieso is het wel zo, als we het bekijken vanuit onze monetaire plicht als centrale bank. U kunt zich nog herinneren dat we recent bijvoorbeeld de kapitaalrestricties hebben afgebouwd. Dat is te danken aan de zeer comfortabele monetaire positie van de Monetaire Unie. We hebben een ongekend hoog niveau aan deviezenreserves. Wat je merkt is dat de kredietverstrekking eigenlijk onder controle is. Wij verwachten vanuit die hoek eigenlijk geen instabiliteit voor onze monetaire situatie. Dus vanuit de monetaire invalshoek zou je kunnen zeggen van het is op dit moment is de situatie best wel robuust. Zelfs als je het vergelijkt met de situatie van voor de pandemie. Uiteraard is het wel zo. De regering van Curaçao en de regering van Sint Maarten die hebben beide aangegeven dat ze nog behoefte hebben aan liquiditeitssteun vanuit Nederland dit jaar. Afhankelijk van wat voor effect de oorlog heeft op de toeristische stromen met name. Tussen het Europees deel van het Koninkrijk en de twee eilanden. Dan zul je eventueel nog nader moeten bekijken of die liquiditeitssteun eventueel zou moeten worden verlengd. Maar op dit moment, nogmaals, anders dan de pandemie, waar we ook onze grenzen dicht moesten gooien, waar andere landen ook hun grenzen eigenlijk zowel naar buiten als naar binnen dicht moesten gooien, is daar op dit moment absoluut geen sprake van. Wat doorslaggevend zal zijn is eigenlijk wat is het effect op de koopkracht van de Nederlandse en Amerikaanse burgers en wat is het veiligheidsgevoel van onze toeristen. Dus zolang men zich veilig voelt, dan zullen we daar iets minder last van ondervinden. Dus dat zijn twee elementaire aspecten in de toeristische toekomst. Maar en ook voor ook doorslaggeven voor een eventuele behoefte aan liquiditeitssteun uit Nederland. Dank u wel. Graag gedaan.